Pas op als je een verkoelende duik wilt nemen in natuurwater. In steeds meer plassen duikt een te hoge waarde PFAS op. En verder in het nieuws vandaag, afvalcentrale ARN tovert afvalberg om tot recreatiepark. En nieuw kunstwerk in Beuningen jaagt buurtbewoners de stuipen op het lijf. Twee personen zijn woensdagmiddag overleden als gevolg van een ernstig ongeval op de A73 bij Nijmegen-Dukenburg. De twee personen zijn uit de auto gestapt nadat ze stil kwamen te staan met pech. Vervolgens zijn ze geschept door een voorbijrijdende vrachtwagen. De A73 was gedeeltelijk afgesloten tussen Malden en Nijmegen-Dukenburg. Dit leverde volgens Rijkswaterstaat zo'n 80 minuten vertraging op. Rond 5:30 werd de weg weer vrijgegeven. Het warme weer van deze dagen nodigt natuurlijk uit om heerlijk de verkoeling te zoeken in recreatieplassen en andere natuurlijke wateren. Toch is het wel oppassen geblazen. Na de bekende blauwalg is momenteel ook PFAS een steeds vaker voorkomende reden waarom zwemmen in open water wordt afgeraden. Verschillende wateren in de regio worden hier momenteel op getest. De provincie Gelderland laat alle zwemplassen in de regio controleren op de aanwezigheid van PFAS. Dit zijn schadelijke stoffen die gevolgen kunnen hebben voor je gezondheid. Ja, ze worden eigenlijk in allerlei producten gebruikt. De meest bekend zijn denk ik de anti-aanbakpannen. Dus de anti-aanbak laag in pannen, zodat de pan niet aanbrandt. Dat is een typische toepassing van PFAS. Maar ze worden ook veel gebruikt eigenlijk om oppervlakte glad en waterafstotend te maken. Dus bijvoorbeeld ook in kleding, in textiel. Een klein beetje PFAS kan geen kwaad. Je wordt er namelijk niet gelijk ziek van. Daarvoor zijn de hoeveelheden te laag. Als je vaker met PFAS in aanraking komt, kan dit wel gevolgen hebben. Ja, het zijn dus een van de effecten die al vrij bij lage concentraties, bij lage kleine hoeveelheden optreedt, is dus effecten op het immuunsysteem. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken dat de injecties die je krijgt voor bijvoorbeeld tegen corona, die jou resistent maken tegen corona of tegen andere ziektes overigens, dat die niet meer goed werken op den duur. Dus. Het ontdekken van PFAS is moeilijk. Je kan het namelijk niet zien aan het water of ruiken. Er wordt een monster genomen en die wordt naar het laboratorium gestuurd, waar het onderzocht wordt. Als er PFAS wordt aangetroffen, neemt de provincie Gelderland maatregelen. Nou, wat de provincie zou kunnen doen is dus een advies geven van als je in dit water bijvoorbeeld niet gaan zwemmen of zo min mogelijk. Of bijvoorbeeld als je hier vist, zet de vissen terug, maar neem ze niet mee naar huis om te bakken. Hè, want... Doordat PFAS niet tot nauwelijks in de natuur voorkomt, is het voor de natuur heel moeilijk de stof af te breken. De afvalberg van afvalenergiecentrale ARN ondergaat een ware metamorfose. De bult van restafval wordt omgetoverd tot een recreatiepark en is binnenkort toegankelijk voor publiek. Bewoners kunnen donderdagavond voor het eerst de bult op om te genieten van het mooie uitzicht. Ja, en dit is dan de bult, de afvalberg. Klopt. En hier komt een recreatiegebied. Ja, we hebben eerst nog nodig te storten. Deze stortplaats is nog actief. Maar wij zijn al stukken aan het afdichten en dan zaaien we daar mooie begroeiing in. En wij gaan in ieder geval dit jaar al starten met rondleidingen ook op de stortplaats om van het uitzicht te kunnen genieten. Ja, want is het dan vrij toegankelijk? Kan iedereen hier naartoe of is het wel onder begeleiding? Het is onder begeleiding, dus dat kunnen we helaas niet doen om het helemaal open te stellen. Actieve stortplaats, dat is natuurlijk toch iets waar je niet vrij mag rondlopen. Maar inderdaad, we hebben gelukkig hele enthousiaste vrijwilligers gevonden die het leuk vinden om groepen rond te leiden. En we gaan ook proberen om een mooie combinatie te maken met het ARN-bos wat daar ligt. En ook een stukje natuur wat men wil ontwikkelen voor milieueducatie. Ja, want inderdaad, er komt ook een stukje educatie bij. Mensen die kunnen dan dingen leren over de natuur op deze afvalberg. Ja, we willen in ieder geval toch de boodschap vertellen over wat afvalverwerking betekent en wat de rol van een stortplaats ook in de circulaire economie is. Maar ook op zo'n stortplaats, zeker op het stuk wat nu al afgedicht is, ontstaat weer prachtige natuur. En daar kun je natuurlijk prachtige verhalen bij vertellen met wat hier te zien is. En als je geluk hebt, kom je ook de reetjes tegen die hier wonen. Ja, want uiteindelijk
kan je dit dan allemaal zien, dit mooie uitzicht? Ja, hier is natuurlijk om te doen. Hè. Het is hier een prachtige hoogte met uitzichten over Beuningen, over Wurt en over Nijmegen. Een bewoner noemde het ook wel de Wurtse heuvels. En vandaag is het prachtig weer, dus we hebben geluk. Dit wordt uiteindelijk het wandelpad? Ja, dit is het wandelpad zoals we dat willen gaan maken. Het moet allemaal nog wel recht komen. Dus uiteindelijk hoef je niet meer zo schuin te gaan staan. Maar hier maak je dus als het ware de wandeling door de natuur en kan je uiteindelijk de heuvel op. Voor het mooie uitzicht? Voor het uitzicht. Wiegen wil meer gaan inzetten op het grootschalig opwekken van windenergie en wil daarom een tweede windpark realiseren binnen de gemeente. Dat blijkt uit een nieuwe visie op zonne- en windenergie die het college begin juli aan de gemeenteraad presenteert. De gemeente heeft 3 kansrijke locaties op het oog voor het tweede park. Dat zijn tussen Bergharen en Batenburg, bij Woezik en langs de A50 bij Herne, Leur en Niftrik. De gemeente Nijmegen probeert de vrije tijdseconomie zoveel mogelijk te stimuleren. Zo is men bezig met het maken van een uitvoeringsagenda. Daarin staat een overzicht van alle projecten die in het kader van de vrije tijdseconomie worden opgepakt. De vrije tijdseconomie heeft naar mening van het college blijvend aandacht nodig. Wereldwijd groeien de bestedingen door toeristen en Nijmegen is in dit verband een sterk merk, zo concludeert het college. Toch blijft het aantal overnachtingen in Nijmegen achter bij de landelijke trend. Ook is er een gebrek aan campings en goedkopere accommodatie. In 2022 trok de binnenstad van Nijmegen bijna 17 miljoen bezoekers. Daarnaast waren er 300.000 overnachtingen. Het bekende Oktoberfest in Nijmegen krijgt een nieuwe naam en nieuwe locatie. Het voorheen foute Oktoberfest heet voortaan het Matrix Oktoberfest. Ook vindt het niet meer plaats in het Goffertpark, maar op het nieuwe evenemententerrein in Park Lingenzegen in Elst. Dat meldt organisatie Matrix woensdag. Matrix Oktoberfest zal de eerste grote evenement zijn dat daar plaatsvindt, met onder andere optredens van Snolle Bollekes, Marco Schuitmaker en Outsiders. En een deel van Nijmegen, Lent, Bemmel en Ressen had afgelopen middag te maken met een grote stroomstoring. De storing treft zo'n 3000 huishoudens. Het gaat om de postcodegebieden 6515, 6663, 6681 en 6684. De oorzaak was een probleem aan een elektriciteitskabel, laat netbeheerder Liander weten. De 2,5 jaar oude zwart-witte Springer Spaniel Clipper kan als speciale speurhond de Japanse duizendknoop herkennen en opsporen. De Japanse duizendknoop is een van de meest invasieve exotische plantensoorten. Door zijn sterke groeikracht brengt de Japanse plant schade toe aan de originele flora en fauna. De wortels en stengels veroorzaken schade aan onder andere gebouwen, leidingen en wegen. Als de plant zich goed ontwikkelt door kleine stukjes die achterblijven, kan een Japanse duizendknoop met gemak uitgroeien tot nieuwe planten. Door onder andere het wortelgestel kan er schade optreden aan onder andere asfalt of funderingen. Maar als het een flinke bossage wordt, heeft de onderbeplanting ook geen schijn van kans. Want je krijgt een concurrentiestrijd, dus eronder verdwijnt alle vegetatie. Daarom is het heel belangrijk dat de plant gesaneerd wordt om schade te voorkomen. Hiervoor zijn verschillende methodes. Zo is er een landelijke gedragscode met betrekking tot maaien van de Japanse duizendknoop. De kleinste delen kunnen dus al funest zijn. Dat kan dus de verspreiding veroorzaken. Dus het is ook heel belangrijk als mensen werkzaamheden hebben uitgevoerd, dat ook de machines, de kraan, de vrachtwagens van de transportbewegingen, dat die eigenlijk Japanse duizendknoop vrij zijn. Een effectieve manier om die hele kleine stukjes Japanse duizendknoop op te sporen op machines is met behulp van een speciaal getrainde speurhond. Nou, Clipper die wordt ingezet om nazoek te doen op locaties waar de Japanse duizendknoop gesaneerd is. En het is dus heel belangrijk dat hij de allerkleinste delen nog vindt. De werkwijze van speurhond Clipper houdt in dat hij 2 groeiseizoenen na de detectie van de duizendknoop nog op de locatie komt. Het kan namelijk zijn dat hij direct na de sanering niets vindt, doordat de worteldelen te diep zitten. Het jaar daarop zou dit vervolgens wel zichtbaar of waarneembaar voor Clipper kunnen zijn. Ja, en dan wordt er gemarkeerd en dan wordt allemaal via coördinaten in een kaart zichtbaar gemaakt. En dan kan nadien kan die plek alsnog gesaneerd worden. De Japanse duizendknoop komt momenteel door heel Nederland voor. Zowel in wegbermen als in verwaarloosde leegstaande panden. De exotische plant is ooit als tuinplant naar Nederland gehaald en zodoende verder verspreid. Het is dus heel belangrijk als mensen zelf
de plant willen bestrijden, dan is het beste om hem af te knippen en de delen niet in de groenkliko te doen, maar in de, ja, bij het restafval. Want komt het bij de composteerder terecht, dan ben je het ook eigenlijk weer aan het verspreiden. Ineens stond het er. Aan de waterkant van het toekomstige recreatiegebied De Beuningse Plas staan twee nieuwe kunstwerken. Op deze locatie aan de Lagunesingel zal elke zomer tijdelijke pop-up kunst geplaatst worden. Sinds ongeveer een week staan er twee nieuwe kunstwerken aan het water in De Beuningse Plas. Voor veel mensen is het een raadsel wat er nu staat. Vooral een iets wat enge pop maakt nogal veel reacties los in de buurt. Maar wat is het nu eigenlijk en waarom staat het daar? Het gaat erover eigenlijk dat we met die enorme plastic soep zitten. En dit is dan een beeld en zelf geblinddoekt. En, hè, maar die, alle kabels, hè, zeg maar eigenlijk als slangen komen die naar je toe. En die dagen je uit eigenlijk om daar toch iets van te vinden. Om daar iets mee te gaan doen met die enorme plastic berg die wij met z'n allen gecreëerd hebben. De pop staat dus voor de vele plastic soep in onze oceanen. Volgens kunstenares Roerding zit achter elk detail een betekenis. Zo staan de onderste slierten voor de plastic soep, heeft de pop oogkleppen op wat verwijst naar de mensen die de problematiek niet zien, en straalt de torso kracht en strijdbaarheid uit zoals een ridder. Volgens Roerding is de pop ook bedoeld om de aandacht te trekken van voorbijgangers. Ja, nou, toch om mensen uit te dagen, zeg maar, van, om inderdaad dan niet gewoon aan voorbij te lopen. Maar hè, zoals we eigenlijk met z'n allen doen hè, van, aan deze problematiek. Tenminste, we proberen wel wat, maar gewoon niet genoeg. En de aandacht heeft het zeker getrokken. De pop is na een week al besmeurd met modder. Buurtbewoners weten wel hoe dat komt. Het is niet echt dat je denkt een prachtig uitzicht. Zeker niet die pop. Dat andere kan ik me nog iets bij voorstellen, maar die pop vind ik een beetje eng. Nou, als ze er een bordje bij hadden geplaatst waarom ze dit hier hadden neergezet, dan is het wel duidelijker, denk ik, voor iedereen waarom ze het neer hebben gezet. En nu denk je alleen maar van, het ziet er een beetje eng uit. Roerding baalt wel van het vandalisme dat er gepleegd is en vraagt zich af hoe nu verder. Ja, dat raakt mij wel best wel, moet ik zeggen. Van, denk ik, oh jee, van... De volgende keer dat ik hier weer zal komen, dan denk ik van, oh, wat staat het er nog? Dat vind ik wel een... Ik vind het lastig. Ik weet hoe daarmee om te gaan. Moet ik het beeld alweer weghalen of niet? Ja, heel lastig. Ja. In Eindhoven werd vandaag lokaal 30,2 graden gemeten, waarmee deze woensdag de eerste lokale tropische dag van het jaar is. Ook in onze regio was het warm en zal het her en der ook echt wel 30 graden zijn geweest. Ook morgen wordt het weer heet. Het kwik loopt weer op tot zo'n 29 graden. De luchtvochtigheid is dan ook hoog, dus het zal vrij klam aanvoelen. In onze regio is er wat meer kans op bewolking in de loop van de middag en heel misschien kan dat lokaal tot een klein buitje komen. Vrijdag krijgen we even een dipje in de temperatuur en wordt het slechts 22 graden. Er is een mix van wolken en zon en slechts een kleine kans op een enkele bui. Zaterdag wordt het toch nog zo'n 26 graden, maar daarna zakken we weer definitief terug tot een graad of 20 en wordt het weer iets wisselvalliger. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 26 juni. Kijk voor het laatste nieuws op rn7.nl of in de RN7 app. Morgen zijn we er weer en dan nemen we onder meer afscheid van zwemjuf Joke, die na 46 jaar afscheid neemt van haar spartellessen in het Nijmeegse zwembad West. Graag tot dan!